Ik ben onderweg naar Bantega. Ik ga vandaag namelijk lekker klussen met Shinky. Waar was ik? Oh ja, dus ik zei tegen Shinky, nou, als ik dan langskom, nou, dan wil ik ook een bijdrage leveren aan jouw autocross-avontuur. Dus volgens mij heeft hij iets voor me bedacht. We gaan het zien. Wel mooie reacties op. Ja toch? Ja. Dan kijk, het staat buiten een oranje fiets, als het goed is. Ja. Is het die kleur? Dat fiets zelf wel even. Van gezellen van de Olympische fiets en Oh, wat goed. Ja. Wel mooi man. Ja. Dus dit is? Dat is een brandstoftank. Zo klein? Ja. Hoeveel rondjes rijden? Tussen de 6 en de 10 rondjes. Kwalificaties zijn 6 of 8 ja. En de finale is altijd 10. Oké. Want dit is, wat is dit, 20, 30 liter? Bijna 16. 16, ja. Ja. Want hebben jullie regels dat je met brandstof moet aankomen? Of is, nee. Als je maar rijdt? Je moet gewoon rijden in de baan verlaten. Maar je mag ook best na de finish wel afgesleept worden. Oké, dus hoe groter je stuur, hoe lichter die stuurt. Ja. En hoe sterker je bent in je armen. Ja. Dat is eigenlijk. Dus van, het moet dit keer niet uit jouw benen komen, maar uit jouw armen. Ja. Dus eigenlijk is dit de grote ommezwaai van Shinky Knecht. Ja, precies. Misschien krijg ik nu wel een bovenlichaam, ja, wie weet. Hè? Nou, oké, Shinky, dan ga ik gewoon beginnen met vegen. En dan ga jij in de auto werken, want jij had zei een klusje voor me had. Ik neem aan dat dat dit is. Nee. We zouden met z'n tweeën even het subframe eronder zetten. Of de wielophanging achter eronder zetten, dus ja. Oh. Ja, dus we gaan hier onder de auto. Ja. En aan, het eind van de dag, zou in theorie... Zou ik vierwielen kunnen staan, ja. Oké. Ja, dit is het. Nou, hey, geloof ik niet, hè? Ja, hier, is dat zit. Hier hangen straks de wielen aan, maar dan moet er nog even... Een staankoppetje moet er nog even gedraaid worden. Dit is allemaal net terug van... net terug, vorige week erop gehaald bij de... Poedercoat. Ideaal. Ja. Sterk. Hoeveel wil je daarop? Gewoon een beetje? Nou, ze dus moeten gewoon even kijken. Zoiets? Ja, is prima hoor. Ja. Kijk, als je straks één gevonden hebt wat links en rechts eruit is, dan kun je het zien. Bij het vierkantje zit dan de rechts eruit of links eruit, zeg maar. Ik weet het zelf ook niet meer. Misschien de andere kant even proberen. Oh, je bedoelt dat hij hier ook in kan? Ja, dat is de ene kant links en rechts eruit. Oh, dat bedoel je. Maar dan gaat hij er ook helemaal niet in. Het is niet zo of zo. Nee. Ah, oké. Kijk. Krijg het op die stuk, denk ik. Dit willen we zien. Jezus. Made in Bantega. Precies. Allemaal. Na één race zie je niks meer terug hiervan. Nee, het is allemaal modder. Het is helemaal modder. Die busjes komen er zo in. Ja. Pas maar op één manier. Ja. Dan komt die hier tussen. Pas dan allemaal precies. Ja. En als het is, dan moet je gewoon op, hè? Yo. Je begrijpt wel wat de consequentie is van als ik dit verkeerd doe, hè? Ik heb gewoon... Ik heb nu ook gewoon de veiligheid van Shinky hier in mijn handen, hè? Kijk, ik wil niet zeggen dat zijn overwinning helemaal aan mij is toe te schrijven. Maar ja, ik speel wel een rol natuurlijk in het proces nu. Een beetje eng om met de hamer te gaan rammen. Ja, maar zo gaat het bij mij vaak ook, hè. Pak hem al. Mooi. Ik heb een beetje zo'n Ed China gevoel van Wheeler Dealers, ken je dat? Mm-hmm. Well, now Mike thinks that this is just a piece of cake, but it's hard work. Maar dan moet ik wel handschoentjes aan, dat heeft Ed ook volgens mij. Die is klaar. Past allemaal precies. Kijk, nu zijn we er. Zet je dit met moment aan of is vast? Nee, vast hoor. Oké, dat is goed. Ja? Ja. Dan doen we dat dan, deze nog even. Als jij hem even omhoog houdt. Ja.
vorm? Wacht even, ik ga er wel even in zitten. Hoe zit die vorm met die elektrische? Ja, dat kan gewoon draaien, dat past op alle manieren. Ah, oké. Okay. Zo. Aan de kant meteen ook maar even doen, ik zit hier nu toch wel lekker. Komen daar de kinderstoeltjes? Nee. Helaas. Nee. Mijn kinderen zijn een beetje bang voor de dingen die bij ons lawaai maken. Ja? Ja, nee, zegt mijn dochter van 2, zegt ze... Ik vind het een hele leuke auto. Ik vind het een hele leuke auto. Maar niet starten. Nee. Ja, dus soms wel, dan komt ze aanrijden, s'avonds. En dan ziet ze al dat ik bezig ben. En dan zegt ze tegen mijn vriendin dat ik moet stoppen, want ze komt eraan. Ja. Dan ziet ze al in het verder dat ik aan het slijpen ben. Hij moet stoppen. Hij moet machine uitdoen, ik kom eraan, zegt ze. Papa moet stoppen. Ja, mooi. Oké, je weet dat als die wielen erop zitten, ja. Dat is een touchdown, hè? Ja, als je begonnen komt, toch? Dat is gewoon een historisch moment. Hoeveelste auto is dit die je doet? Hoeveelste? Ja? Ik denk de vierde. Zo. En allemaal op deze manier gedaan? Body of alles gedaan? Nee, ook wel gewoon opgeknapt en dan later met de rij, hoor. Weer in 3 uur zo erin. Ja. Maar er zit een wiel om. Ja, op. Precies. Dus dat betekent dat we weer 1 stap dichterbij het einde zijn. De autocross zijn. Ja, precies. Hey. Ja. Hoi man. Ja. Leuk. En een eer dat ik even aan je auto mocht schroeven. Ja, nou. Ik ben geen verantwoordelijkheid. Nee, zeker niet. Nee. Jawel hoor. Jawel, maar ik... Ja, ik voel me nu toch een beetje onderdeel van jouw ingenieursteam. Ja, hè? Ja. Ja, mooi man. Dus morgen dezelfde tijd? Morgen dezelfde tijd, precies, ja. Of gewoon 's ochtends vroeg, hè? 's ochtends vroeg, ja.